Hallo en welkom bij Paul's Model Train Stuff. Vandaag een oude bekende, de Lilliput Jubileum Editie 6400. De reden dat deze nog een keer langskomt is, dit is de tweemotorige editie. En er zit een decoder in, maar het ding rijdt erg slecht. Dus wat ik ga doen, is ik ga hem analoog maken, decoder eruit halen. Hem herstellen in de originele staat, maar dan wel met LED-verlichting. Met de twee motoren erin. En daarna gaat hij de verkoop in als analoog. Want ja, digitaal wil dit echt niet. Een aantal van de aanpassingen die ik gedaan heb in deze locomotief blijven erin zitten. Zoals dat ik het gewicht vervangen heb voor lood. Zodat de ruimte is voor de decoder. Ik ga niet dat er allemaal uithalen. Ik denk dat ik dan best lastig is, want volgens mij zit het gelijmd. Nou, mocht het zijn dat het heel makkelijk eruit te halen is, dan zet ik ook het oude gewicht weer terug. Ja, ik heb hier de motoren in serie met elkaar gezet, zodat ze de stroomloop vanaf de decoder door de eerste motor, door de tweede motor, terug naar de decoder in de hoop dat hij dan beter reed. Maar dat heeft niet veel geholpen. Dus, bekabeling los, decoder eruit, bekabeling er opnieuw in, maar dan voor analoog. Zo, dit is de printplaat met de decoder. En hier zit het lood. Nou, dat komt er nog wel uit. Kijk aan. Dan gaat hij helemaal terug in originele staat. Dan gaat deze er terug in. Ik probeer met het digitaliseren altijd rekening te houden met dat een locomotief weer terug moet naar analoog. Niet altijd lukt digitaliseren. Dit is dus een goed voorbeeld daarvan. En ook als het wel lukt, kan het wel eens zijn dat een locomotief voor mij wel waarde heeft. Maar voor degene die hem wil hebben niet. En dan is het zonde om er een decoder mee te leveren, terwijl iemand er toch analoog mee wil gaan rijden. Maar goed, als je dingen doet voor je eigen, om er zelf mee te gaan rijden, dan hoef je daar wat minder rekening mee te houden. Er zal een apart filmpje komen van deze voor de verkoop. En dat heeft ook te maken met waar deze filmpjes terechtkomen en wat daar toegestaan is om te vermelden, omdat niet iedereen wil dat er reclame gemaakt wordt voor andere websites op hun eigen website. En er komen wel redelijk wat bezoekers via die kanalen, dus ga ik er komt dus een los filmpje met deze en nog een paar andere logs, maar dit gaat dus vandaag alleen maar over het ontdigitaliseren van een locomotief. Ik ga eens eventjes kijken hoe de printplaat precies loopt en waar ik nu wat aan kan sluiten zonder dat ik meteen de verlichting kapot maak. Ik heb als eerste het motordeel gedaan, wat makkelijk is. De draden van de spoor vastmaken aan de draden van de motor. Ik heb gecontroleerd dat de draden van de verlichting heel los liggen van de rest. Dus dat betekent dat ik nu met de weerstand die ik eruit heb gehaald de verbinding kan gaan leggen met de verlichting. En dan hoop ik ook dat ik ze zo heb aangesloten dat de verlichting meteen al goed werkt met front- en sluitsein. Aangezien dit diodes zijn,
Als ze verkeerd om zitten, dan zal het betekenen dat ze allebei alle vier aangaan of alle vier uit zijn. Ik hoop het niet. Hij rijdt. En de verlichting doet het goed. Het is nu nog een kwestie van alles dichtmaken. En dan kan die de verkoop in. Dat moet dan andere video's samen met nog wat andere zaken die ook weggaan. Ja, uiteindelijk heb ik dus een weerstand tussen één kant van de diodes gezet, van de leds gezet. En de andere kant verbonden aan de... dus eigenlijk vanuit dit spoor zit er een weerstand. Deze zit direct. En omdat het diodes zijn die sowieso maar naar één kant toe hun ding doen, krijg je dat ze nu wisselen qua rijrichting. Dus, tot zover. Het blijft een beetje een herrieding, maar meer is er niet aan te doen. Bedankt voor het kijken. Like en subscribe. Deel en vertel het aan je vrienden. Tot de volgende keer.